Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Als we naar de satellietfoto kijken dan zien we dat vrijwel heel Nederland zonovergoten was. Maar dat er een paar gebieden waren met veel bewolking. En daar was het ook mistig en koud. Kom ik zo op terug. Maar we gaan ook even naar de Britse eilanden kijken. Daar ligt een bewolkingsband en dat is een koufront. En dat koufront komt langzaam dichterbij en gaat ons morgen passeren. Maar de luchtdruk is heel hoog, rond de 1030 hectopascal. Als je op je barometer kijkt, dan zie je dat daar stabiel weer staat. Soms staat er ook zonnig bij, maar ja, dat gaat morgen dus niet op. En vandaag dus ook niet overal. In Zeeland en in de kop van Noord-Holland en op de westelijke wadden was het grijs. Het zicht was soms minder dan 100 meter en de temperaturen bleven daardoor ook laag. Maxima vandaag op de waddeneilanden slechts 1 à 2 graden. Vlissingen 2,8 graden. Terwijl het in de rest van het land duidelijk zachter was... Deze temperaturen zijn van vanmiddag half drie. En ze lopen nog iets op. Plaatselijk kan het waarschijnlijk 8, 9 graden worden. Maar niet dus in het westen van Zeeland en op de Waldeilanden. Dan was het een kille dag. Je ziet trouwens ook een min 99. Dat is Katwijk aan zee. Kennelijk heeft hij problemen met de metingen. Vanavond brede opklaringen. Alleen in het westen neemt langzaam de bewolking toe, want dan komt dat koufront geleidelijk dichterbij, maar het blijft nog wel droog. In Zeeland gaat daardoor de temperatuur oplopen. In de rest van het land begint de temperatuur te dalen en in het oosten komt hij alweer iets onder het vriespunt uit. Vannacht dan wat lichte vorsten in het oosten en noordoosten. In de rest van het land steeds meer bewolking, en aan het einde van de nacht valt er in Zeeland misschien een druppeltje motregen. De wind waait vannacht nog uit het zuiden, maar het draait morgen via west, geleidelijk naar het noorden. dat komt doordat het front passeert. Vooral in de ochtend hebben we morgen wolkenvelden, kan er lokaal wat regen of motregen vallen. Ik verwacht geen grote hoeveelheden. En na de passage van het regengebied draait de wind naar het noorden en dan breekt de zon weer door. De meeste zon morgen in het westen en noorden van het land. Temperaturen 8 à 9 graden. Dan woensdag. Dan hebben we te maken weer met een hoge drukgebied. Die zorgt ervoor dat er in de nacht na woensdag opnieuw lichte vorst komt. 0 tot min 5 graden. En vooral de zuidelijke helft van het land kan dan wat laaghangende bewolking ontstaan. Daar hebben jullie dan woensdagochtend ook nog last van. In de rest van het land schijnt de zon volop. Donderdag is die kans op laaghangende bewolking kleiner. Dan verwacht ik dus eigenlijk vrijwel overal zonnig weer. De wind waait uit het zuidwesten. In het noordelijk kustgebied is die vaak windkracht 4 à 5. En in het zuiden van het land, dichter bij het hoge drukgebied, staat weinig wind de komende dagen. Vrijdag gaat alles op de schop. Dan neemt de wolking toe en gaat het ook weer regenen. Dan nog even naar de trend in de temperatuur. Nou, Dat is allemaal geen spektakel. We zien wel dat de nachten wat uh, zachter worden. In de loop van het weekend verdwijnt de nachtvorst. En na het weekend keert die mogelijk weer terug. Maximaal steeds boven de 5 graden en onder de 10 graden. En dan de regen. We hebben nu natuurlijk de komende dagen droog weer. Maar vanaf vrijdag neemt duidelijk de wisselvalligheid toe. En uh, ook het weekend hebben we de paraplu nodig. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.